Breda Nu. Je weet het meteen. Goedemorgen allemaal. Welkom in Breda. Nou, er zijn natuurlijk veel overheden die met serious ambtenaren aan de gang zijn gegaan. En al een aantal jaar aan de gang gaan. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor serious request. Nou, 2016 serious request, dat gaat hier een paar honderd meter verderop landen. We zijn nog niet helemaal uit de locatie, dus dat is nog eventjes spannend. Maar ik vind het wel fijn dat jullie al heel actief zijn om de opdracht die Martijn zo direct gaat uitleggen, om daarmee aan de gang te gaan. Nou, tipje van de sluier oplichten, het gaat over fietsen en versus de autostad. We hebben heel veel mooie fietsfaciliteiten. En hoe gaan we nou de mensen verleiden om meer op de fiets naar onze mooie binnenstad te komen? Wethouder Adank, we zijn hier vandaag voor Breda Fietst, een project wat eigenlijk te maken heeft met het Serious Ambtenaar, landelijk project. Kunt u even kort uitleggen wat Serious Ambtenaar is? Nou, Serious Ambtenaar is een initiatief wat al sinds 2012 bestaat, waarbij medewerkers van de overheid hun diensten gratis ter beschikking stellen, waarbij de opdracht wel betaald wordt en de opbrengsten van die opdracht worden gestuurd naar Serious Request. En de combinatie is mooi, want dit jaar 2016 komt Serious Request weer naar Breda toe. De gemeente Breda heeft dus nu een opdracht ingestuurd. Ja, we hebben een opdracht ingestuurd inderdaad om te kijken hoe we mensen kunnen verleiden meer met de fiets naar de stad te komen. Ja, hoe gaat dat nou eens werken als een gemeente een opdracht in wil sturen? Gebruik wil maken van dit concept dus eigenlijk. Nou, er is een organisatie die dat helemaal begeleidt. Daar stuur je de opdrachten in en die zoekt er ook de mensen bij om op inhoud een goed product kunnen leveren. Het zijn allemaal vrijwilligers die we hier ook zien zitten. Er zijn vrijwillige overheidsmedewerkers inderdaad die een bijdrage willen leveren aan deze opdracht. Top. Kunt u nog iets zeggen in de aanloop naar het Glazen Huis dit jaar over hoe de voorbereidingen verlopen? Nou, de voorbereidingen verlopen gestaag. Volgende week is de kick-off bijeenkomst waarbij we meer zullen gaan toelichten over wat er allemaal gaat gebeuren de komende periode in Breda.